Шапку. Йоу mensen, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Nize en ik ga vandaag Akinator spelen. En kijken of hij dingen kan raden die ik in mijn hoofd heb. De eerste vraag is het een YouTuber. Maar eerst ga ik eens even nadenken van wie ik ga pakken of wat ik ga pakken. Ik denk dat hij mij kan vinden. Ik weet niet of dat hij dan... Nee, waarschijnlijk niet. Ja, jezelf kun je wel zoeken, maar vind ik wel een beetje raar. Wie ga ik doen? Ja, ik weet het al. Ja. Ik zou niet zeggen wie. Staat hier een halve juist? Nee. Ja, inderdaad. Weet ik niet zeker, maar... Waarschijnlijk niet. Weet ik veel. Heeft die personage een van de hoofdrollen gespeeld in Friends? Waarschijnlijk niet. Ja, je weet maar nooit. Nee. Ik wil, ik weet er niet wat op inhoudt. Maar waarschijnlijk niet. Heeft jouw karakter ooit een banaan? Ja, of course. Nee. Een ploegsport? Weet ik niet. Waarschijnlijk wel. Hij heeft toch wel in een film meegespeeld, denk ik. Ja. Ik weet het niet zeker, maar ik denk het wel. Wilt je personage in voor een jeugdteam? Weet ik niet. Weet ik veel. Nee. Nee. Waarschijnlijk niet. Weet ik niet zeker, maar ik gok er maar voor. Heeft hij zijn krachten van een fruit? Wat? Ja. Ik denk dat ik het zo aanzie. Waarschijnlijk niet. Denk het niet. Nee. Is je persoon groot? Wat? In mijn leven, of die persoon een groot belang is voor mijn leven. Ik weet niet of ik het ga zeggen wat ik denk. Nee, ga ik niet doen. Mijn grote belang is niet echt diegene, maar kijk hem wel. Kijk hem wel. Ik geef je een tip, het is een hem. Mijn grootste belangstelling van mijn leven is echt gewoon gamen en computeren, dus... Ik ga voor waarschijnlijk wel. ik ga voor nee, want ik geloof niet echt dat die wapens... nee. Ja. Wat was dat überhaupt? Dat krijg ik altijd als ik nieuwe doe. Juist. Nee. Dat weet ik sowieso. Weet ik niet. Is je personage een huiself? Ik veel. Ik weet niet eens wat het überhaupt me voorstelde, deze vraag, maar... nee. Is je personage een nieuwspresentator? Nee, dat weet ik zeker niet. Weet ik niet zeker, maar nee. Heeft deze persoon wel eens een video gehad op DHD? De Alex HD, denk ik. Maar ik denk het wel. Ik hoop dat ik het trouwens goed heb, die afkorting. Maar ik hoop het wel. Anders heb ik gewoon een lekker fout antwoord gegeven. Was je personage bijzonder... Weet ik veel. Wat is dit?
Weet ik niet. Lange oren? Nee. Ik denk nog niet, maar ik zal voor zeggen, weet ik niet doen. Nee. Weet ik veel. Waarschijnlijk niet, want deze ga ik niet gokken. Ik denk het wel. Ik weet het niet zeker. Ja, dat weet ik gewoon niet. Wat? Een spits? Ik veel. Nee, dat weet ik zeker van niet. Waarschijnlijk wel. Nee. Weet ik niet. Als ik het zo hoor, weet ik het niet zeker, dus weet ik niet. Hij is niet getrouwd, dus waarschijnlijk niet dan. Is het familie van een YouTuber? Waarschijnlijk wel. Ja, ik weet niet of hij dan zelf een YouTuber moet zijn, maar... Dus vandaar dat ik waarschijnlijk wel heb gedaan. Hij heeft meer dan... Ja, dat is zeker. Bijna. Bijna. Nou weet je toch al waar ik heen ga. Ik ga naar Enzo. Nee. Ik wilde naar Enzo. Enzo Knol. Ja... Ik heb hem verslagen. Yes. Oké, okay, nog wel één potje dan. Even kijken wat ik deze... wie ga ik zoeken? Wie ga ik eens zoeken? Wie ga ik eens zoeken? Ik ga een grappig iets doen. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Maar ik hou alleen op, ja. Even kijken wat er gebeurt. Oké, okay, ik heb het misschien één keer gedaan. Yes, man. Nee. Nee. Nee, ja, hij heeft mij niet verslagen. Dat is niet waar. Ik lieg. Ik heb wel eens een keer de 9 aan de hele tijd. Zo, nee. Maar ik vind dat antwoord wat hij geeft gewoon vet grappig. Iemand die maar blijft knikken om te zien wat er gebeurt. Ja. Alweer geraden. Ja. Ja. Seriously. Je gaat zeggen dat je weer van mij gewonnen hebt. Maar ik heb misschien 3 potjes gedaan. Eentje hier voor deze video heb ik ook 1 of 2 gedaan. En hij is nog geen 1 keer gewonnen. Dus ik weet niet wat hij loopt te zeuren tegen mij. Maar nee. Dus ga eens kijken wat als ik zo doe. Ja. weet ik niet. Ja. Waarschijnlijk wel. Ja. Ga eens kijken hoe het hieruit komt, hoor. Nee, die komt hier inderdaad niet. Weet ik niet. Waarschijnlijk niet. Nee. Ja. Heeft een krook aan onder? Ja. Waarschijnlijk wel. Ja, eens kijken wat hieruit komt, hoor. Waarschijnlijk wel. Nee. Ja. Nee. Misschien. Ja. Nee, dat is inderdaad niet. Nee. Wat ga ik hierop antwoorden? Wat moet ik hierop antwoorden? Ja. Wat doe ik hiermee? Wat moet ik met zulke vragen? Ik ga random antwoorden geven. En ik vond het eens een keer gewoon leuk om ja te doen op iets wat helemaal niet waar is. Want ja. Ik wil gewoon weten waar ik op uitkom. Nee. Weet ik niet. Waarschijnlijk niet. Nee. Nee. Oh. Wat? Dit is echt... Ja. Ja, oké. Okay. Wat is dit? Hij wist gewoon echt dat ik aan niemand dacht, maar gewoon wat random antwoorden invullen. Oké. Okay. Bravo, bro. Je hebt gewonnen. 1, 2 keer.
In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat alsjeblieft een like achter en abonneer. En wil je nog meer Agario? Nee. Akinator video's zien? Laat het alsjeblieft weten in de reacties. Dan zie ik je bij de volgende video. Later!